Twintig vieze pannenkoeken en een heel veel troep. Koning Bobbel heeft trek en de koningin heeft ook trek. En daarom gaan ze naar de keuken. Maar de kok is er niet. Er ligt wel een brief. Ik ben even weg, staat erop. Wat een pech moppert de koning. En ik heb nog wel zo'n vreselijke zin in iets lekkers. Geef niks, zegt de koningin. Dan gaan we toch zeker zelf iets lekkers maken. Kom, laten we pannenkoeken gaan bakken. Goed idee, roept de koning vrolijk. Wat ben jij toch een geweldige koningin. Samen gaan ze kijken wat ze allemaal nodig hebben. Pannenkoekenmeel, melk, eieren, suiker, boter en een snufje zout. De koningin gooit alles in een grote kom. En dan mag de koning alles door elkaar husselen. Hij pakt de mixer en begint ermee te roeren. Zo gaat het goed, zegt hij tevreden. Maar zo gaat het nog beter, roept de koningin. Terwijl ze de stekker in het stopcontact steekt. De mixer begint gierend te draaien. En het beslag vliegt in het rond. Overal zitten de dikke klodders. Op de grond, op de muur. Op hun kleren en zelfs op het plafond. Zou het nu klaar zijn? riep de koning boven het lawaai van de mixer uit. De koningin knikt. Vast wel. Zet het ding maar uit. Maar de koning weet niet hoe dat moet. Hij rent met de draaiende mixer door de keuken. Wacht maar, roept de koningin. Ze trekt de stekker weer uit het stopcontact. En dan kunnen ze gaan bakken. Ze steken het forneus aan pakken een pan en bakken samen de ene poek, pannenkoek na de andere. Hoeveel wil jij er eigenlijk? Vraagt de koning. Eh, doe mij er maar tien, zegt de koningin. De koning wil er ook tien. En dus bakken ze twintig grote pannenkoeken. Even later gaan ze tevreden aan tafel zitten om te eten. Maar acht, de pannenkoeken zijn ontzettend vies. Jakkes, roept de koning. Het is inderdaad verschrikkelijk, zegt de koning terreurig. En ze zien er nog wel zo prachtig uit. Ze denkt even na. Misschien kunnen we er iets anders mee doen. Weet je wat? We gaan er gewoon kleedjes van knippen. En dat doen ze. Ze knippen kleedjes voor op de tafel. Ze hangen er een paar aan de muur en de koning vouwt ook nog pannenkoeken vliegtuigjes. Zo hebben ze er het vreselijk druk mee. Als de bel gaat, rennen de koning en de koningin naar de voordeur om open te doen. Het is de kok. Daar ben ik weer, zegt hij lachend. Mooi zo, zegt de koning tevreden. Gaat u maar snel iets lekkers maken, want we rammelen van de honger. En breng alles maar naar boven, want we eten vandaag in bed. Komt in orde, zegt de kok. Oh ja, roept de koningin en mag daarna, u mag die keuken van u ook wel eens opruimen, want het is daar een ontzettende troep. En dan rennen de koning en de koningin samen schatterend, schatterend van lachen de trap op.